Nu zijn we 5 jaar verder. En hoe we er nu voor staan, is misschien wat u zich afvraagt. Dat kan ik u vertellen. Het antwoord staat op deze grafiek. Het antwoord is dramatisch. Klimaatwetenschappers verwachten namelijk dat we in 2100 te maken zullen hebben met een mondiale opwarming. Niet van 1,5 graad, maar van 3 graden Celsius. Sinds 2015, het jaar van Parijs, is er in Nederland een heleboel gebeurd. Maar onze uitstoot is weliswaar gereduceerd. Maar veel en veel trager dan zou moeten om onder de 1,5 of 2 graden te blijven. De stichting Urgenda verzocht daarom in 2015 of de regering zich aan zijn eigen afspraken zou houden. Die afspraken die op zichzelf al niet goed genoeg zijn om ons aan het akkoord van Parijs te houden. Het kabinet weigerde echter. En in de rechtszaken die volgden verzette dit ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder leiding van minister Erik Wiebes zich met hand en tand. Iedere keer stelde de rechter Urgenda in het gelijk. En telkens weer bleef de regering tegengas geven. Dit tekent de houding van ons kabinet. En voor iedereen die dit wil horen, politiemensen, medewerkers van het ministerie, nog dit. Wij staan hier ook voor jullie en voor jullie gezamenlijke toekomst. Wij handelen uit gewetensnood. Wij handelen in vrede en met vurige liefde voor de planeet in ons hart. Wij handelen voor het leven. Doe mee. Dank u wel.